De winter is nog niet helemaal voorbij. Het gaat weer vriezen. Nou, als het gaat vriezen, dan moeten wij uit gaan kijken dat onze bloemetjes aan de bomen niet bevriezen. Dus dat we dus moeten we voorkomen dat, er, dat ze nacht voor schade krijgen. Het weefsel van die bloemetjes is zo teer dat als dat onder een bepaalde temperatuur komt, dat het weefsel dan bevriest. Dat is hetzelfde als met de potplantjes die buiten staan. Die moeten ook naar binnen. Die zijn zo klein, die, die bevriezen. Heel vervelend voor fruittelers, want jonge bloesem kan niet tegen vorst. En dan, uh, dan bevriest het weefsel van deze bloemetjes en wordt het uh, zwart van binnen. En uh, je ziet nu dat het mooi groen is en dat is de bedoeling dat het zo so blijft. Er zijn verschillende manieren om het kapotvriezen van bloesem te voorkomen. Wij gaan in dit geval uh, berekenen. Dus dan zetten wij uh, zodra het, uh, de temperatuur onder de 0 graden komt, dan, uh, zetten wij de nachtvorstberegening aan. Met die nachtvormsberekening voeren wij water aan. Dat water komt op de bloemetjes. En op het moment dat dat water bevriest, dan komt er stollingswarmte vrij. En die stollingswarmte die zorgt ervoor dat de bloemetjes op 0 graden blijven. En zodoende krijgen ze dan geen, geen nachtvoorschade. Er zijn ook alternatieve methodes, maar die zijn niet allemaal even effectief. Vuurkorven kan ook, maar dat is op zich een hele arbeidsintensieve en dure methode. En die wordt dan ook meestal wel in, de, in de wat duurdere teelten gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de kersen. En in de kersen kun je ook moeilijker de nachtvorsberekening toepassen, dus dan gaat het eigenlijk één op één: de kersen, de, nacht, de, de vuurkorven en in de appels en de peren de, de nachtvorsberekening.